Wij staan hier bij de bekende Zevenheuvelen bij Groesbeek voor de Nijmeegse Vierdaagse. Als ik me niet vergis, daar is ze. Sarah, ja? Mogen wij jou een paar vragen stellen? Oh, ja hoor, tuurlijk. Sarah, hoe voel je je? Oh, buitengewoon goed. Toppie! Even voor de mensen die het niet weten, wat ben jij precies aan het doen? Ik huppel. Dat klopt, jij huppelt. En ja. Waarom huppel jij? Ja, huppelen is gewoon heerlijk. Lekker sportief en gezond. En lekker gek natuurlijk. Fijner dan lopen? Oh ja, veel fijner. Ik huppel iedere dag. Huppelen is leven. Huppelen is leven, wat mooi gezegd. Prachtig, ja. Probeer het maar eens. Huppel maar eens met me mee. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Een journalist die huppelt. Ah, doe je zo flauw, joh. Gewoon. Hé, huppelen, kom op. Nou, ik weet het niet. Ah, doe nou. Wij zijn live. Iedereen die kijkt mee. Huppel op. Kom op. Nou ja, goed. Ik kan het een keer proberen. Precies. Ja, nou, oh. Ja dit is raar. Vreemd. Ja, best fijn. Ja. Kijk, ik zweef. Wat heerlijk. Wat geweldig. Waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Zeg, Sarah, ja. Jij huppelt alles. Alles. Jij doet alles huppelend. Alles huppelend. Boodschappen. Huppel ik. Werken. Huppelend. Plassen. Ja, dat niet natuurlijk. Ik ben er niet gek. Nee, natuurlijk niet. Dat zal nergens op slaan. Zeg, Sarah, ja. Jij bent de eerste vrouw die straks huppelend de Nijmeegse Vierdaagse zal lopen, toch? Tenminste, als je het haalt morgen. Klopt. Hij is wel weer eerder gesnelwandeld. En geschuifeld ook. En in 2001 was er een Rus die heeft hem gemoonwalkt. Zo zeg. Gemoonwalkt. Ja. En heb jij zelf wel eens overwogen om hem te moonwalken? Nee, natuurlijk niet. Dat zou een beetje gek zijn, toch? Of niet? Ja, absurd. Ja, zeg. Ik moet weer door. Want ik moet voor 5 uur binnen zijn. Dus ik ga er weer van tussen. Joep, doei. Doei. Dag, Sarah. Doedeloe. Huppel ze. Ga ervoor. Ja, dit was Sarah. De eerste vrouw die huppelend de Nijmeegse Vierdaagse zal lopen. Huppelen. Dat doet ze. Ze huppelt. Terug naar de studio.